locatie, daar kan ik in mijn dromen een gelikte prins tegen. Wauw, dat is een stuk. En nog zeker niet beleefd. En als je zoals ik er al heel wat jaartjes mee loopt, dan is het best wel handig als je woont het bij de gastloop. En als je zo het er al ooit zei het kan verkennen, dan weet je dat je soms heel laat niet meer kunt presteren. Dus dat ik gooi het goed op en probeer een leuke rennen, dat is dan altijd leuker dan de winstigheid. Want als je dit soort dingen zomaar op zijn bureau laat, word ik misschien beschuldigd van het ding dat ik de vriend had. Dus joh, fuck dat die vette ding. Ik prijs het net van al die mannen fucking regelaars. Maar zoek ze niet als ene kant een goede uitlaatklep en zoek gewoon als van de seniorenrecht. Waarom schrijf je dan graag mee? Want dat wil je wel weten. Nou, over rare dingen, want ik ben de tijd vergeten. Maar over vragen die soms misschien kunnen meegekomen. Al lieverlijk, heb jij misschien je paspil ingenomen? Jo, moet ik eens doorzeggen. Want overigens, maar dat is echt te discutabel. Want vele senioren vinden dat niet acceptabel. Die willen niet denken dat ze geholpen moeten worden. En plaatsen het gesprek dan maar dat het afgegaan zou worden. Jo. Jo, al die ziektes die ze vaak kunnen brengen. Die van die kleine dingen, die vreselijke, die ene. En welke kunst die niet behoopt van buitenkant correctie. Vinden in dat gezelschap zelfs nog behoorlijk veel affectie. Maar heeft nog de politiek, dat willen ze wel weten. Ze zijn de oude Bill Gates natuurlijk niet vergeten. Die zorgen voor de AOW dat ik echt ben. En dat is ook een onderwerp voor de senioren. Hoe is het als ze vragen bij een senior te lezen? Nou ja, we kunnen eigenlijk een liedje lezen. Dus fuck the kids, je hoeft niet meer voor iedereen te zorgen. Je hebt gewoon meer tijd, dus stel me uit het mond. Je hebt tijd om een reis te gaan of met een expeditie. Die anderen doen interessant bij een chique expositie. Maar ja, een leuke cruise ligt zelf nog in het verschiet. Dat wordt als je niet uitkijkt zeker even ranken. Dus, slak. Dus, nee, en spak wordt meer en meer behoorlijke manier. Sommige senioren blijven zeer gecultiveerd. De zwet en wandel en de loop bestaat behoorlijk hard. Goed voor de bloedverloop, voor het oude hart. Maar nog geen walking, stevig lopen met de stok. Dat ben ik als goed senior behoorlijk aan het spelen. Je vraagt naar mij bij God, joh, wat is jouw handicap? Dan antwoord ik, daar heb ik niet, ik schreef gewoon.